had ze het gore lef vandaan? Ze konden niet onderuit, zegt ze. Kom op, zeg. Ze heeft gewoon scheid aan je. Wat ga je nou doen? Ik heb tegen Wiet gezegd dat ze stop moet zetten. Is er dit weekend iets leuks in box? Ja, een dance. Met allemaal video-installaties van een of andere hele vage kunstenaar. Hey, geweldig nummer, hè, van Wiet. Ze draaien het constant, nou terecht ook. Het is ontzettend mooi gezongen. Hij heeft een geweldige tekst. Het is niet van Wiet. Blijf je nou? Het is toch Wiet die ik hoor zingen? Ze heeft het ingezongen, ja. Maar ze heeft niet geschreven. Dat heeft Ricky gedaan. Kan je alsjeblieft een andere zender opzetten? Waarom? Met Wiet van Houten. Ik ben de zangeres van het nummer dat jullie draaien. Ze heeft het gejat. Hou alsjeblieft over op. Dames en heren, we hebben aan de telefoon live in de uitzending Wiet van Houten van Waar Ben Jij? Wiet, wat een verrassing. Hey. Wiet, hallo? Hallo, ben ik in de uitzending? Jazeker. Wiet. Het nummer is nog niet eens officieel uit, maar nu al een enorme hit op internet. Ja, het was alleen niet echt de bedoeling dat het zo zou lopen. Zullen wij gaan? Dat is de bedoeling. Ja. Maar ja, dan ben jij dus de eerste artiest die geen succes wil. Kan ik afrekenen? Ik bedoel, jouw tekst, die gaat echt recht naar het hart. Het is niet mijn tekst. Het is niet mijn nummer. Ik had het nooit mogen zingen. Maar als het dan niet over jouw liefde gaat, over wiens liefde zingen, dan wel? Die van een vriendin. Van een vriendin? Oh, nou, ik en ook de luisteraars, denk ik, zijn wel heel erg... Ricky. Ricky. Wiet. Hallo?